Een groot deel van het Vlaamse landschap bestaat uit tuinen. 2 miljoen tuinen beslaan om en bij 9% van de Vlaamse oppervlakte. Die tuinen kunnen dus een belangrijke rol spelen in de klimaatcontext. De provincie Oost-Vlaanderen neemt daarom met meer dan 100 andere bedrijven en organisaties deel aan de Green Deal Natuurlijke Tuinen. Die Green Deal verkent hoe investeringen in natuurlijke tuinen goed zijn voor zowel tuineigenaars als professionals. De initiatiefnemers van de Green Deal Natuurlijke Tuinen zijn Kenniscentrum Tuin Plus, de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschaparchitecten, de Belgische Federatie Groenvoorzieners, Groen Groeien AVBS, Landelijke Gilde en het Proefcentrum voor Sierteelt. Een Green Deal, dat is eigenlijk een soort van engagement vanuit een bepaalde sector, in dit geval de groensector eigenlijk, naar de Vlaamse overheid toe, om eigenlijk een sprong vooruit te maken in een groen thema. In dit geval, concreet, betekent dat eigenlijk plantenkwekers, tuinarchitecten, tuinaannemers en andere gerelateerde organisaties, zoals bijvoorbeeld de provincie Oost-Vlaanderen en steden en gemeenten, dat die zich eigenlijk gaan engageren om de komende 4 jaar meer te gaan inzetten op natuurlijke tuinen. We willen eigenlijk in deze Green Deal meer gaan naar een evenwichtigere benadering van tuin, alleen van een natuurlijke tuin, met aandacht voor de principes van gelaagdheid, van minder verharding, bodemkwaliteit, waterhuis, houding, maar ook materiaalkeuze en het beheer van de tuin. Om tot die natuurlijke tuinen te komen, is de aanplant van bomen een erg belangrijke factor. Steeds vaker planten mensen bomen in hun tuin. En dat komt zowel het klimaat als de biodiversiteit ten goede. Ook de Oost-Vlaamse boomkwekers juichen dit toe, maar waarschuwen toch voor enkele valkuilen. Het belangrijkste is de grond. Waar we hierop staan, de grond is het belangrijkste voor een boom. De mensen zien de bovengrondse delen van de boom, maar minstens even belangrijk is hetgeen dat in de grond zit. Dus de grond is zeer belangrijk en dan ook het tijdstip van planten. Als je een boom kan planten, nu voor de winter, heeft die boom zeker 1 groeiseizoen voorsprong ten opzichte van als je hem plant in de lente. Die boom die kan zich rustig vastzetten in de herfst. Die maakt opnieuw fijne haarworteltjes aan en die is in de lente vertrokken. Ik denk dat het huidige assortiment dat wij voeren en onze collega's voeren heel breed is en dat de kwestie is van de juiste keuze erin te maken. Ik denk dat we de bomen die huidig geplant worden momenteel, dat die in de toekomst nog altijd gaan geplant kunnen worden. Waarbij dat er natuurlijk wel in acht moet genomen worden dat bijvoorbeeld een beuk heel oppervlakkig wortelt en dan toch rapper last van zal hebben van droogte. Dus ja, het is gewoon opletten waar je wat zet. Om bomen en bodem weerbaarder te maken tegen de droogte, doet het Proefcentrum voor Sierteelt onderzoek naar bodemadditieven om het watervasthoudend vermogen van de bodem te verbeteren. Vooral in steden en gemeenten is dit een belangrijke factor. Veel laanbomen, zeker langs wegen, worden aangeplant in heel arme bodems, zanderige bodems ook vaak, waar dat het water soms los doorgaat als het een keer regent. En dan zijn er wel mogelijkheden om dat watervasthoudend vermogen te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het inwerken van bentoniet. Dus kijk, dat is eigenlijk een soort kleimineraal dat je eigenlijk door je bodem mengt. En ja, dat er ook dus voor zorgt dat het water meer wordt vastgehouden. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld dit, biochar. Dus heel vaak wordt er al gebruik gemaakt van compost en dat is zeker ook heel positief, maar je kan bij die compost ook gaan gebruik maken van biochar. Dat is eigenlijk iets wat gemaakt wordt door pyrolyse, een bepaald proces van snoeimateriaal of van houtsnippers bijvoorbeeld. En dat zorgt ervoor dat er meer stabiele koolstof in je bodem komt. En dat ook het water dus beter zou vastgehouden worden. Dat is eigenlijk een proef dat we ook een beetje doen in het kader van een project van de provincie Oost-Vlaanderen. Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones heet dat project. En binnen dat project leggen we onder andere demonstratieve groenzones aan bij een aantal gemeentes. En dat zijn zeker ook zaken dat in privétuinen allemaal toepasbaar zijn. De additieven kunnen verhinderen dat bomen snel sterven ten gevolge van het veranderende klimaat. En dat veranderende klimaat is ook duidelijk voelbaar bij de boomkwekers. Wij hebben dat de laatste jaren, de laatste 4 jaar, zeer goed gemerkt dat het klimaat sterk verandert zelfs.
Moet niet spreken van, ja, het is ergens meetbaar. Nee, het is waarneembaar door de mens zelf. De laatste 4 jaar waren extreem droog in de zomers, zelfs in het voorjaar al. Zelf moesten wij daarvoor investeren in ja, wateropvang, maar ook in apparatuur om het te kunnen ja, beregenen, bij wijze van spreken, uw perceel. Je ziet dat bomen op zich zich wel aanpassen. Ze gaan een veel groter wortelgestel aanmaken. Nadeel voor de ja, kwekers hier in de streek en overal eigenlijk, is wel dat die bomen meer tijd nodig hebben om eenzelfde dikte te verkopen. Bomen worden verkocht per diktemaat. Als je er een jaar langer over doet, is dat ja, zoveel rendement dat je daarop verliest. Wel, wij ondervinden dat bepaalde bomen toch wel lastig krijgen, zeker nu met de drogere weersomstandigheden, lange droogteperiodes, hittes. Het is vooral de boom die op de juiste plaats moet staan. Een boom die last heeft van de hitte, ja, als die in de schaduw staat van een andere plant of boom, is er geen enkel probleem. Natuurlijk, als we gaan kijken naar bepaalde steden waar dat er veel verharding is, daar is het wel heel belangrijk om erop te letten dat bomen zijn die vervuiling verdragen, die hitte verdragen, die een goed wortelgestel hebben dat diep genoeg gaat. Door de aanhoudende droogte van de laatste jaren onderzoekt PCS bepaalde strategieën om het hoofd te kunnen bieden aan de veranderende klimaatproblematiek. Zo kunnen ze onder andere de boomkwekers en groenvoorzieners op de hoogte brengen van nieuwe boomvariëteiten. Dat is hier bijvoorbeeld een voorbeeld van het onderzoek dat we daar rond doen. En daarbij kijken we eigenlijk naar een nieuw sortiment van laanbomen en onderzoeken we hoe ziektetolerant en hoe droogtetolerant dat die bomen zijn. En dat is eigenlijk informatie dat we zowel delen naar siertelers toe als naar tuinaannemers. Omdat we daarmee eigenlijk ook binnen deze Green Deal vraag en aanbod beter op elkaar kunnen laten afgesteld worden. Ik denk dat iedereen wel gemerkt heeft de voorbije zomer wat dat de rol van een boom kan zijn in uw tuin. Hoe belangrijk dat en hoe waardevol dat ook is. Zowel op het platteland als in een stedelijke omgeving. Het is echt wel niet nodig om een grote tuin te hebben om bijvoorbeeld een boom te kunnen aanplanten. Onze boomkwekers hebben een heel mooi assortiment aan bomen die toepasbaar zijn in alle types van tuinen. Het is daarbij wel belangrijk dat je dan een goede soortkeuze maakt die afgestemd is op je bodemtype, op je lichtomstandigheden. En dat het ook een soort is die aangepast is aan de klimaatverandering waar we momenteel mee kampen. Wil je met jouw bedrijf mee aan een duurzaam tuinenlandschap in Vlaanderen werken? Sluit je dan aan bij de Green Deal Natuurlijke Tuinen. Iedere plantenkwekerij, tuinarchitect of aannemer of gerelateerde organisatie die professioneel actief is op het terrein van de Vlaamse privétuin kan meedoen.